De voorzitter van de Rotterdamse deelgemeente Delfshaven, Carlos Gonsalves, heeft geen vriendjespolitiek bedreven. Die conclusie trekt het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeente. Gonsalves had zelf om een onderzoek gevraagd nadat het ADM van belangenverstrengeling had beschuldigd. Ronald Seurensen heeft gisteren na negen jaar afscheid genomen van de Rotterdamse politiek. De oprichter van Leefbaar Rotterdam werd eerder deze week beëdigd als eerste Kamerlid voor de PVV. Marco Florijn werd eerder op de dag juist beëdigd in Rotterdam. Hij volgt Dominique Schreijer op. Die moest vertrekken nadat zijn eigen Partij van de Arbeid het vertrouwen in hem opzegde. Florijn wordt wethouder van sociale zaken. In het onderzoek naar de moorden in de Langeraarstraat in Zwijndrecht is een nieuwe verdachte aangehouden. Een 25-jarige man uit Helmond zit sinds dinsdag in voorarrest omdat hij de vermoedelijke schutter zou hebben geholpen naar de schietpartij. Hierbij kwamen een moeder en twee dochters om het leven. De vader raakte zwaar gewond. De hoofdverdachte wordt vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris.